Goedenavond, zeeëksvrienden en zilveringvrienden. Ach, het maakt niet zoveel uit als je maar een hond hebt, hè? Ik heb van iemand een carburateur opgestuurd gekregen. Het motorblok staat achter me van hem. En hij heeft een gedeelte aan mij gestuurd. Daar ben ik niet heel erg gelukkig mee. Ik zie hier ook een verkeerde schroef in zitten, een maat groter. Lijkt het wel? Nou, het is wel de juiste maat. Dat doen we straks even net in. Maar waar het om gaat is dat de pakkingen eruit zijn gehaald. En ja hoor, het zijn Amerikaanse. Dit zit ook los. Shit. Dat maakt nou toch niet uit. Het is allemaal al los geweest, zie ik. Ik kies ervoor om hier als vrij snel meteen een nieuw kitje in te zetten. Die membraampjes. Volgens mij gaat dat nog wel goed. Ja, dat moet lukken. Kijk, er zit daar. Je ziet daar een randje in zitten, daar ook. Meestal heb je vier van die randjes erin zitten. En hier ook. En als je hem dan tegen het licht aan zou houden. Kijk, hier zie je een beschadiging zitten. En daar ook. En daar ook. Je ziet dus vier beschadigingjes erin zitten. Zullen we er even een lampje bij pakken? Moment. Zien een lampje, lekker irritant. Jullie zien nou even niks. Oh, sorry. Dan gaan we eens even kijken. En dan zie je eigenlijk dat hij nog niet eens doorschijnt. Hier zie je een heel licht pikje daar zo. Maar ik zou hier nog niet wakker van liggen. Deze membraampjes zorgen ervoor dat je bij gas teruggeven, is er zoveel onderdrukt dat die klepjes, die plunjes worden iets opengezogen, waardoor er meer brandstof de carburateur in gaat. En daarmee wordt knallen in de uitlaat voorkomen. Dus deze membraampjes pak ik nog niet nieuw, ook om de kosten te reduceren. Vlotte naalden, er zit wel spanning op. Even kijken of jullie het kunnen zien. Ja. De vlotte naalden zit spanning op, dat wel. Maar ik heb liever iets meer gehad. En ik zie ook dat die is versteld. Dit is het model met verstelbare vlotters. Die kan... En ik doe dat bewust nu even niet. Je kan met een kleine schroevendraaier de hoek van dit lipje iets verbuigen. En hij staat op zich goed, maar ik vind hem matig. Ik denk dat hij er wel op functioneert, maar we zetten er toch een nieuw setje in. Want het hele kitje wordt vervangen. Het rubber voelt op zich nog goed aan en het pieletje moet gangbaar zijn, dat weten we al. Dan heb ik het hier over. Dus op zich zou deze gewoon nog gebruikt kunnen worden. En dit is een maat. Jongens, ik wou dat ik niet ouder werd. Moet verdomme 112. Dat kan, is geen probleem. Mag ook 115 zijn. Daar heb ik ook geen moeite mee. En heeft iemand mijn steeksleutel 10 ook gezien? Als je die ziet, stuur hem even op. Die ben ik weer kwijt. Hier zit duidelijk vervuiling op. Ik denk dat het goedkoper is en sneller. Ach, dat ik gewoon een heel revisiesetje erin zet. Dan ben ik op tijd klaar, dan weet ik zeker dat het werkt. Maar we hebben een uitdaging bij deze carburateur. Want het zijn de Amerikaanse carburateurs. Dat wil zeggen dat één sproeier die erin zit, krijgen we er niet uit. Er zit ook vervuiling op. Er heeft wat water in de carburateur gezeten. Die moet ook los kunnen, maar dat moet ik niet op die manier doen. Pak ik eventjes een hulpstukje. Die moet los kunnen. Nee, ik moet even anders hebben. Het is niet helemaal de manier om het te doen zo. Zelfs die schroevendraaier is nog te groot. Komt niet vaak voor dat deze stuit. In principe moet die loskomen. Er zit gewoon vervuiling tussen. Ja, hoe moet ik dat nou laten zien? Even kijken, we gaan eens eventjes echt op film proberen te krijgen. In dit gat, daar zit een sproeier. En die sproeier, die krijg je er niet uit omdat die vlak is van boven. Dat is het Amerikaanse model.
Het Europese model kun je er wel uitschroeven. En eigenlijk zitten achter deze sproeier heel veel problemen verwerkt. Nou, hoe krijgen we deze er dan nu wel uit? Daar heb ik al eerder filmpjes van gemaakt, want ik ga er dus daadwerkelijk een gaatje in boren. Dat gaatje ga ik met schroefdraad uittappen en dan trek ik de carburateur, of dan trek ik met een boutje de sproeier uit de carburateur. Ja, je moet wel even weten hoe je boort. Je moet wel even het gevoel erbij hebben. En met lompen om benullen krijg je alles kapot. En dit ook, zeer zeker wel. En nou ben ik even mijn tandenstokertje kwijt, want die heb ik nodig om een veertje eruit te halen. Tadaa, mijn tandenstokertje. Zelf gebogen. Maar er is ook een andere truc. Misschien dat ik die ook kan laten zien. Dit is een oud kwastje van de Action. Kost drie keer niks. En een veertje kan je er vaak zo ook mee uithalen. Voilà. Zie je voetbal. Daar haal ik ook dus de veertjes van mijn bougiedopper mee uit. Nou, nou zou er dus een rubbertje achter moeten zitten en een ringetje. Zit er niet achter. Dat is mooi kloot. Voor de rest beweegt hij veel. De choke loopt iets aan, sluit niet volledig. Lijkt wel of die los is geweest. Hij is wel geborgd. Normaal gesproken zijn die schroefjes daar geborgd. Zo. Dus taak is om deze eruit te krijgen. En deze carburateur zetten weer aan elkaar te krijgen. Dat wordt een uitdaging waar ik niet vrolijk van word. Maar ik kan het wel. Zolang ik alle veertjes maar heb en op de juiste plek zitten. En dat is dus het probleem. Er verdwijnen materialen. Oh, en we hebben nog een probleem, zie ik nu. Even kijken. Dat was bij de andere carburateur ook zo het geval. Er zitten geen rubberen dopjes in. Waar zijn die rubberen dopjes gebleven? Nou heb ik die wel, alleen dat draagt de kosten weer op. Dus dat is even lullig. Die heb ik niet thuis liggen, die heb ik in de zaak liggen, dus die moet ik straks ophalen. Ook hier even kijken naar... Ja, dat zit er wel in. Hij staat wel goed. Daar zit vervuiling in. Hier zit vervuiling op de rand. Dat is vettigheid. Het lijkt wel vaseline. Vreemd. Zou ik niet verwachten daar. Ook deze sproeier is los. En hier zit bijvoorbeeld ook 112 in. Ja, ja, ja. En die andere zit ook los. En hier zit 78 in. Het zou erin moeten zitten, maar ik kan het niet eens aflezen. Ja, er zit 78 in. Pak een goede passende schroevendraaier. Zo groot mogelijk. Met zoveel mogelijk grip. En dan krijg je deze eigenlijk altijd wel los. Lukt het niet, dan wat warm stoken. Lukt het nog niet, dan heb jij pech. Om het zo te zeggen. Hoe verneuk je een carburateur? Nou, ik doe het één keer voor. En dan mag je het zelf doen. Er zit inderdaad veel vervuiling in. Er heeft vocht en water in deze carburateur gestaan. Daar ga ik vrijwel van uit. Carburateurbakjes zijn schoongemaakt, zie ik. Dat is fijn. Dat was schoonig. Deze. Even kijken. Ik zie wel de tussenloopveer, maar ik zie niet de chokeveer. Dus die moeten we nog even zoeken. Ik zie ook het veertje. Zoek goed. Hier zit een verkeerde O-ring. Dit is te dun. Deze werkt nauwelijks voor afdichting, dus dat werkt niet. Dit ringetje had hieronder moeten zitten. Dus gaan we even kijken. Er zit helemaal geen veer in. Er mist gewoon een veer. Ook geen ringetje, niks. Komt nog vuiligheid uit, zie ik. Hoe is het mogelijk, joh? Dan, wat wil ik dan hier zien? Dit is van belang. Showklep wordt aangetrokken. Maar die moet er vrij kunnen bewegen. En deze veer, daar lopen we altijd op te klooien. En die ligt hier nou ook niet goed. En dat is een hele klus om die goed te krijgen. Nou heb ik daar een trucje voor bedacht. Maar leuk is anders. En vaak zit die ook in je klauw. Godverdomme. Dit pennetje, even kijken, heb je beeld ervan? Ja, jullie zien het wel. Deze pen die moet je dus eigenlijk opwinden. En dan op een gegeven moment moet die maar weer op zijn plek zitten. Nou, dat gaat 9 van de 10 keer fout. Dan is die tandenstoker ook weer van belang. En dan bedient de veer de tweede gasklep, of de tweede showklep. Nou, dus
En nou zit hij ook vast. Dat vind ik helemaal niet fijn wat ik nou voel. Waarom is dat zo zwaar? Wat gebeurt er nou? Oh, oké. Die chokeveer om terug te trekken is vrij pittig. Ik op de een of andere reden had ik daar een ander gevoel bij. Waar het mij om, en hij veert ook terug. Dus deze heeft een vrij pittige terugloop. Waar ik ook op let is dus het openzuigen. Dit kun je soms horen. Vooral de Sylvings. Die hebben een iets langere aanzuigbuis. Die hebben een iets andere aanval of aanzuiging. En die lucht die loopt iets anders door. En dat lijkt drie keer niks waar we het over hebben. Maar wel degelijk anders. En misschien zijn de veertjes ook ietsje een tikkeltje slapper. Dus bij een Sylving, als je gas geeft met de choke erop, dan hoor je dit. Hoor je klapperen. En dus dat moet ook kunnen. Dus daarom is het van belang dat we eigenlijk tijdens het starten nooit gas geven. Want op het moment dat er te veel gas wordt gevraagd, gaat deze toch open. En omdat die uit het midden ligt, zal de luchtdruk op deze zijde meer druk uitoefenen dan op die zijde. Dus hij zal met de wind meewaaien als een vaantje en opengetrokken worden. Nou, dat hoor je bij de Sylvings vooral. Dus dit gaan we in orde krijgen. En de slangetjes ertussen. Er is maar één pijpje in deze. Er zijn er dus met meerdere. Nou, die rubbertjes heb ik ook straks in vervangen. We hebben daar ook nog bij de Sylving een injectiepijpje op zitten. En bij sommige CX ook. En die spuiten ietsjes meer benzine in tijdens het gasgeven. Bij de CX oermodel niet. En dit is de Amerikaanse uitvoering. Nou, dan gaan we... Oh, kijk, hier zijn die dopjes die erin horen te zitten. Leuk, maar dat is dus fout. We hebben daar zwarte dopjes voor, maar ik vind het wel een oplossing. Maar ik gebruik het niet. Uit deze hebben we dus de asjes. Oké, die is bediend, die is bediend. De gasklep zit hier ook op. Ja, 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 zit ook allemaal goed. Die CO2-afstelling staat daar verkeerd. En hier ligt die nog los, want die moeten we hiermee afstellen. Dus logisch, daar staat die te ruim. Dus wat we nu gaan doen... Maar hier zit ook vuiligheid in. We leggen even de gespoten onderdelen aan de kant. Want ik wil niet hebben dat dat beschadigt. En er zit ook deze beugel bij. Hij heeft alles netjes gespoten. En, oh ja, hier heb ik dus een verharde pakking. En die resten die eraan zitten, dat is twee componenten lijm. Daar zit hij mee ingelijmd. Daarom haal ik die rubbers er nooit uit. Maar deze is wel hele slechte staat. En deze ook. Dus we gaan er even nieuwe in zetten. Dus ik ga het even twee setjes halen in mijn winkel. En dan kunnen we die carburateurs weer mee opbouwen. Wel ga ik eventjes de boel zwemles geven. Dat gaan we nu doen. We gaan de boel in de tinnen flikkeren. Omdat nu alles los is, kan ik het zo in de tinnen gooien. En in dit geval een kleinere bak. En dan gooi ik... Oh, wacht even. Zelfs daar kwam nog rest een rotzooi uit. Hier zit geen rubber meer in, dus hier hoef ik niet op te letten. Dus die kan er ook zo in. En ook deze zijkapjes ook doen. En dan die ook. En dan straks even uitblazen. Dit is het verhoogde kapje. Er is nog een ander model. De flotters leg ik er zelfs ook bij. Die kunnen er ook tegen. Membraampjes niet. Nou, gaan we deze eventjes zwemles geven. Waar is mijn tinnen? Ja, oké. Ik heb de gewoonte om tinnen vaak te gebruiken. En ik mis nu in één keer een hoop tinnen, zie ik. Hoe kan dat? Nou ja, voor mij is het voldoende nu. Een dure grap dit. Als je het moet kopen. 5 liter, dus ik gebruik het een paar keer en dan gaat die op een gegeven moment bij mij ook weer in de chemische afval. Zo. Dit laten we even inweken. Dan ga ik ondertussen eventjes mijn zaakjes halen in de winkel om die carburateurs weer op te bouwen. Tot straks. Doei doei.